Kijk je uit naar de première of vind je het juist heel spannend? Nou, ik vind het eigenlijk beide wel een beetje. Ik heb er ontzettend veel zin in natuurlijk en het wordt ook echt super gaaf. Het is ook spannend, want je weet niet hoe ver je bent, je weet niet hoe het publiek reageert. Je weet gewoon niet. En dat is wat het spannend maakt. Ik heb één keer heb ik een kleine voorstelling gespeeld bij de Theater Young Ones, maar verder heb ik nog nooit echt iets wat zo groot is gedaan. Dus het is echt voor mij de eerste keer eigenlijk. Ik ben er wel van overtuigd dat het gaat lukken. En als je er dan eenmaal staat, dan moet het wel heel gaaf worden. Dus ik kijk er zeker heel erg naar uit. Meer nog dan dat ik het spannend vind. Ik denk dat het ongeveer een half uur voor de première dat ik hem dan toch gewoon een klein beetje ga knijpen. Maar ik ben nu nog niet zenuwachtig. Ik denk echt wel dat het goed komt. Nou, we hebben net de pestscène gespeeld. Dat je, zeg maar, de scène dat je eigenlijk bijna doodgaat. Dat is heel moeilijk om te spelen, maar wel heel leuk. Probeer die mannen te zien en spanning op je lijf te zetten. Oké, zover. Wat is de volgende scène? Vraag 2. Is er iemand in de cast die jij heel goed of bijzonder vindt en waarom? Vooral het geheel wat er heel zo mooi uitziet, dat iedereen zo goed samenspeelt en zo. Robert Baarda, die met poppen moet spelen, vind ik wel heel goed, omdat hij ook heel ervaren is en dat kan hij ook heel goed laten zien. En hij kan heel leuk groot spelen en dan met het gebruik van die poppen, dan wordt het al helemaal mooi. Ben ik nou zo slim of ben jij nou zo dom? Ik ben toch een pop? Nou, nu hebben we het al verraden. Ik bespeel dus als het goed is de pop. En dat is voor mij nieuw, maar dat vind ik heel leuk om te doen. Want het is een vak, mensen. Poppen spelen. Daar ben ik wel achter. En als ik niet vergeet om mijn lippen te bewegen terwijl ik moet praten, dan gaat het volgens mij allemaal goed komen. Ik wil er niet op. Nee, ik wil anoniem blijven. Is er iemand in de cast die jij heel goed of bijzonder vindt? Weer een jongen genaamd Jos. Als hij echt speelt, dan speelt hij grandioos, dan speelt hij goed en dan wordt hij meegenomen. Dat is echt een kracht. Kleine Sjane. Oh, die vind ik zo goed spelen. Ze pakt alles meteen heel goed op en pakt het meteen aan en kent haar tekst gewoon. En het is gewoon een heel, heel leuk klein speelstertje. En ze is ook gewoon heel lief en leuk om mee te werken. Natuurlijk is Glenn heel gaaf met het rappen en zo. Maar volgens mij zijn ze echt allemaal gewoon even goed. Dus ik heb niet echt iemand speciaal of bijzonder. Verder vind ik ook alle drie de Sjanes die we hebben, die zijn geweldig. En zeker scènes waarin ze dan met z'n drieën samen moeten spelen, zijn heel mooi om te zien. Dus daar geniet ik ook heel erg van als we daar een stukje van te zien krijgen.